Het huis de Vliet wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit het jaar 1375. Het was toen een vierkante woontoren, een zogeheten donjon. De bouw van de donjon zal kort voor de genoemde vermelding zijn geschied. Het huis de Vliet was een stichtsleen dat in 1538 geplaatst werd op de tweede lijst van riddermatige hofsteden. Restanten van een 2,5 meter dikke muren van de oude donjon zijn nog in het huidige huis terug te vinden. In het midden van de 16e eeuw is door uitgebreide aan- en verbouw hieruit een aanzienlijk buitenverblijf ontstaan. Uit diverse afbeeldingen valt op te maken dat het huis daarna bestond uit twee aan elkaar gelegen bouwmassa's, elk met een zadeldak en met trapgevels. De hoofdingang lag aan de noordzijde op de eerste verdieping. Aan deze kant van het gebouw bevond zich ook de traptoren die met een achtkantig bovendeel en een koepeldak ruimschoots boven het zadeldak uitstak. Bij de verbouwing en modernisering in het laatste decennium van de 17e eeuw werd de ingang verplaatst naar de zuidzijde. In deze periode werden er ook twee bijgebouwen geplaatst, het koetshuis en de orangerie. In 1826 werd één vleugel afgebroken en in 1856 werd de rest van het pand gedeeltelijk afgebroken en met één travee ingekort. Er werd een nieuw dak opgezet en ook de voorgevel en de ingangspartij werden vernieuwd. Eind 1936 kwam het huis de Vliet naar veiling in handen van een eigenaar die binnen enkele maanden plannen indiende voor een rigoureuze verbouwing van zowel het huis als de orangerie, waarbij beide panden geschikt werden gemaakt voor bewoning voor meerdere gezinnen. Het hoofdgebouw zou volgens deze plannen boven de eerste verdieping worden afgebroken en voorzien van een plat dak. De Provinciale Utrechtse Commissie tot Instandhouding en Bevordering der Schoonheid van Stad en Land adviseerde negatief op deze plannen. Herziening van de plannen resulteert in een iets minder verdergaande ingreep, waarbij de tweede verdieping wordt weggebroken en het bestaande dak een verdieping omlaag gebracht. De hoofdingang van het huis de Vliet bevindt zich nog steeds op de eerste etage. Het onderhuis heeft centraal in de gevel een grote driedubbele schuurdeur. En daarboven bevindt zich een betonnen balkon met toegangstrap voor een inpandig portiek met een grote rondboog waarin een dubbele deur geflankeerd door twee enkele deuren, alle met halfronde bovenlichten. Ter weerszijde van de ingangspartij heeft de verdieping twee zesruits schuifvensters met persiennes. In deze topgevel bevinden zich twee zesruitsvensters met daarboven een wapenschild en de naam van het huis. Aan weerszijde van de topgevel staat een dakkapel. Het pand is een groot aantal jaren in gebruik geweest als bedrijfsgebouw. En als gevolg daarvan bevinden zich aan zij- en achtergevels uitgebreide aanbouwen van één bouwlaag. De voormalige orangerie is onherkenbaar verbouwd. Aan de Lopekerweg staat als restant van het voormalige buiten nog een zeer bouwvallige poortpijler van het toegangshek.
Aan het boveneind noordzijde, in Benschop, staat het huis Snellenburg. Op deze plek zou rond 1250 een kasteel zijn gesticht door Arnoud of Arend van Amstel. Benschop behoorde in die tijd tot Holland. Vermoedelijk is het kasteel in het begin van de 16e eeuw in de strijd tussen Holland en Utrecht vernietigd en in vlammen opgegaan. Het herenhuis werd waarschijnlijk tussen 1700 en 1710 gebouwd. Afbeeldingen uit deze en de volgende eeuw tonen een vierkant huis met twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een pannen schilddak. Opvallend is het ontbreken van een ingang aan de zijde van de weg. De rijke, adellijke bankiersfamilie, de Milan Visconti, begon in het eind van de 17e eeuw in deze omgeving grond te verwerven. Rond 1729 komt de naam Snellenburg in gebruik. En op 16 september 1885 werd het riddermatige landgoed genaamd Snellenburg openbaar geveild en gekocht door Floris Verwij en Willem van Bemmel. Laatstgenoemde verwierf ruim 2 hectare grond en de heer Verwij de rest van de grond met de gebouwen. Verwij verbouwde het huis tot boerderij. De bovenverdieping werd grotendeels verwijderd en het dak werd veranderd in een dubbel zadeldak met de nokken haaks op de weg. 2 van de 7 ramen verdwenen en werden vervangen door stalramen. De ruimte erachter werd paardenstal. De superbe zaal werd samen met een paar kamers tot achterhuis en schuur verbouwd. En de wit marmeren tegels op de vloer werden opgenomen en in de tot koeienstal verbouwde ruimte neergelegd. Even verderop ligt aan de rechterzijde het voormalige koetshuis. Het gebouw ligt op enige afstand van de weg. Restanten van de omgrachting van de buitenplaats zijn nog steeds zichtbaar.